In Nederland krijgt 1 op de 5 mensen dementie. En door de vergrijzing en de stijging van de levensverwachting neemt het aantal mensen met dementie de komende jaren sterk toe. Wat is dementie? Dementie is echt een hersenziekte waarbij er steeds meer verlies is aan zenuwcellen. Bij dementie zie je dus dat er behalve vergeetachtigheid ook stoornissen optreden in dingen die mensen kunnen doen. Hè. Dus, mensen kunnen niet op woorden komen. Je ziet ineens dat mensen bijvoorbeeld niet meer weten hoe een stofzuiger werkt. Ze kunnen dingen minder goed organiseren. En dat is eigenlijk het grote verschil. Het is meer dan dingen vergeten. De mensen die dement worden, die hebben dat zelf niet door. Vinden ook dat het allemaal nog goed gaat. En die komen juist met de mensen om hen heen. Die merken, de vader of moeder laat een steekje vallen. Dit gaat niet goed in huis. De ijskast staan, beschimmelde dingen. Dus er is iets aan de hand. En die komen dan bij mij en dan kan ik verdere diagnostiek doen. Bijvoorbeeld zo'n vragentest. Dan kan ik vrij goed bekijken wat er op verschillende terreinen niet goed gaat. Hè. Korte termijn geheugen of een zinnetje nazeggen. Of weten ze nog wat voor dag of seizoen het is. Dat soort dingen. Als ik daar grote haperingen vind en ik vind dat het voor mij wel duidelijk is. Kan ik eventueel nog wat aanvullend lichamelijk onderzoek doen. Hè. Bijvoorbeeld iemand die vaatdementie heeft, die moet goed op hart- en vaatziekten nagekeken worden, hoge bloeddruk en dat soort dingen. Is het dan meer een Alzheimer, het dement worden, dan kan ik iemand lang in begeleiding houden en dan kijk ik hoe iemand in zijn omgeving staande blijft, zal ik maar zeggen. En als de diagnose is gesteld, hoe ga je dan verder? Dan kijk ik gewoon hoe het systeem draait en is er een weinig haperingen. Dan kom ik gewoon eens in de zoveel tijd, vraag ik de mensen hier of ga ik bij de mensen langs, thuis langs. Als ik denk, ja, dan moet toch iemand, een professioneel iemand die daar vaak mee te maken heeft, de vinger aan de pols houden, dan verwijs ik naar het docteam. Voel ik me niet zeker over de diagnose, verwijs ik door naar het ziekenhuis, naar de geriater of de geheugenpolie. Ali, jij bent case manager. Wat doe jij precies voor de mensen? Wij worden ingeroepen op het moment dat iemand een diagnose dementie krijgt. Dan wordt er eigenlijk een begeleiding van ons gevraagd. Bij een eerste huisbezoek, wij doen huisbezoeken bij mensen gemiddeld 1 keer in de 6 weken. Dat ligt wel een beetje aan de situatie, of het goed gaat of minder goed gaat. Anders gaan we wat vaker heen of wat langere pauze ertussen. Maar dan proberen wij de mensen uit te leggen wat we voor ze kunnen betekenen. Wat ze een beetje kunnen verwachten, hè, met zo'n diagnose dementie. Ze lopen al tegen dingen aan, want er is niet voor niks naar gekeken. En dan proberen wij eigenlijk een beetje meer structuur in hun dagelijks leven te bouwen. Want het is heel merkbaar dat dat heel belangrijk is voor mensen. Hè, dat ze toch nog bezig blijven. Dat ze zich niet gaan schamen en terug gaan trekken uit hun sociale omgeving. Mensen hebben toch wel het gevoel, ook vaak, dat ze wat regie verliezen. Dus dat ze niet meer grip hebben op alles wat in hun leven gebeurt. Dus daar proberen wij wat adviezen in te geven. Zijn het nou alleen oudere mensen? Nee, het zijn niet alleen oudere mensen. Ook de laatste jaren is ook ontdekt dat het steeds meer voorkomt ook bij jongere mensen. Het is wel zo dat daar eigenlijk een beetje een ander traject op gezet wordt. Waar lopen de mensen nou het meest tegenaan? Nou, in het begin is het natuurlijk zo dat mensen zelf wel merken dat ze dingen gaan vergeten. Hè? Wat je heel veel ziet bij ouders, is dat ze zich daar ook voor schamen. Ze willen dat eigenlijk liever niet weten en ze gaan dingen verbloemen. En dan kom je op een moment dat de mantelzorger dingen gaat ontdekken. Dus dan, dan is het toch een stukje onbegrip. Omdat ze het niet willen delen, dus toch nog een klein taboe, hè, in de dementie. En dat, wat we daardoor ook een beetje proberen te doorbreken, want het is heel belangrijk dat je er open over bent, want je leven wordt gewoon een stuk makkelijker als je deelt met iemand. Maar het is natuurlijk niet zo heel eenvoudig om het te delen. Dus we proberen daar wat handvatten in te geven. Mensen lopen er gewoon tegenaan dat de belasting in het dagelijks leven, dat geldt voor de mantelzorg, dat wordt steeds zwaarder hoe meer mensen achteruit gaan. En de persoon met dementie zal naarmate die meer achteruit gaat, juist wat minder last daarvan hebben. Is het een lastige ziekte? Het is een hele lastige ziekte. Iedere
vorm van dementie, maar ook iedere persoon met dementie heeft zijn eigen persoonlijkheid, zijn eigen karakter. Alles uit zich weer anders. En het is bij iedereen, hè, we hebben allemaal onze eigen gebruiksaanwijzing. Dat geldt ook voor mensen met dementie. Je moet altijd heel goed kijken, wat is goed voor deze persoon? Moet daar veel bemoeienis zijn? Moet daar juist rustig op de achtergrond iets zijn? Of met structuur als dagbesteding, is het goed voor iemand? Of is iemand helemaal geen groepsmensen? Moet ik iets anders gaan verzinnen? Ja, dat zijn dingen wat wij als case manager, waar wij proberen wat helderheid in te krijgen. Dat is echt maatwerk. Het zou zeker maatwerk moeten zijn. Dat is wel wat we nastreven. Dat ben ik. Dat ben jij. En dat was in Indonesië. Daar hebben mensen jou daar zo aangekleed. Oh, dat ken. Ja. En dan werd er een foto van je gemaakt. Ja, ja. Uw moeder heeft dementie. Ja. Hoe kwam u daarachter? Nou, eigenlijk in het begin helemaal niet. Mijn vader was er nog, dus, want die is in 2011 overleden. En dus dat ging eigenlijk gewoon, mijn vader die ving dat gewoon op. En het is natuurlijk heel langzaam aan, werd het wat meer en zag je ook dat het... Maar goed, mijn moeder is altijd een beetje een warhoofd. Maar ja, goed, op een gegeven ogenblik hebben we toch besloten om het te laten testen. En dan blijkt dat ze Alzheimer heeft. Ze was er allemaal, het is allemaal in open gegaan. Dus de dokter was hier en Trace was hier. En ze zeiden van ja, het was heel boos op de dokter. En ze heeft ook hele slechte dagen hoor, want dan weet ze het ook helemaal niet meer. En dan zegt ze van nou, ik snap er helemaal niks meer van. Ik kan net zo goed dood zijn, want ik snap er helemaal niks meer van hoor. En dan zeg ik wel, nee mensen, het komt allemaal goed, weet je wel, zo. Hoe is dat voor u? Eigenlijk, ik heb er heel veel moeite mee gehad om te accepteren dat zij dat had. Want dat ik dat niet eerder gezien heb, want dat is eigenlijk waar het dan om draait. En nu, ja, mijn moeder is iemand, ze is heel lief. En hoe zien haar dagen eruit? Ze gaat 4 dagen naar de Bogaard, naar de dagbehandeling. En dat vindt ze helemaal geweldig. Krijgt u ook ondersteuning? Ja, we hebben Trace Berkhout, die is onze case manager. En ik moet zeggen, ik hoef hem maar te bellen en we maken een afspraak voor, weet je... mijn moeder heeft dus ook thuiszorg. Ik lees alle weken, als ik hier ben, lees ik de verslagen. Dus als ik denk van nou, er is wat fout gegaan of weet je, ze is weer zo warrig geweest. Dan bel ik Trace en dan zeg ik van nou, Trace, we moeten toch nog even bij elkaar komen. Want het wordt toch zorgelijk. Dus die houdt ons ook op de hoogte van nou ja, er is nog geen kamer of zoals, weet je, zo. Steuntje in de rug. Ja, ja. Nou ja, ze kan ook uitleggen wat of het ziektebeeld is. En dus op die manier. Dat is wel heel fijn, hè? Ja,